Ja, dik advocaat. Want vorige week was het een wedstrijd tegen Roda. Nou, ik zeg niet dat het helemaal vol was, maar toen was het heel erg druk. En nu een wedstrijd tegen Ajax. Nog nota bene een ploeg die in de races om de titel. <laughs> uh, ja, is de opkomst hier wat minder? Is die wedstrijd wel zo belangrijk? Nou, voor beide belangrijk natuurlijk. Laat dat, laat dat duidelijk zijn. Maar altijd, die wedstrijd is altijd belangrijk. Als je tegen dat soort ploegen speelt, dan is een wedstrijd altijd belangrijk. In het verleden heeft Sparta hier heel vaak goed tegen Ajax gedaan. Um, wat is jouw idee een beetje van Ajax? Wat, wat voor indruk heb je van die ploeg? Nou, het is in ieder geval een elftal waar je niet moet laten voetballen. Want dat kunnen ze goed. En, uh, ze hebben natuurlijk een, een prachtige elftal. En uh, ze hebben natuurlijk op het onverwachte moment hebben ze punten laten liggen. Ja. En PSV niet. En dat, en dat is het verschil. Dus uh, we, we zullen het ook eigenlijk zo moeilijk mogelijk moeten maken om uh, zelf ook een kans te hebben. En Verwacht je ook een Ajax een beetje spelend voor de laatste kans? Dus misschien bij een gelijkspel gaan ze echt alle risico nemen om hier te winnen? Ja, dat weet ik niet. Dat, uh, dat zou je aan Ten acht moeten vragen. Maar normaal zo'n ploeg als Ajax die gaat altijd voor de winst, waar ze ook spelen. Hoe zit het met jullie vertrouwen naar die twee uh, overwinningen tegen Den Haag en Roda? Hebben jullie echt het idee dat jullie kunnen stunten tegen Ajax? Uh, het, ma het maakt eigenlijk allemaal niks uit uh, wat we hiervoor of daarna gaan doen. Uh, wedstrijden tegen Ajax, Feyenoord en PSV die staan altijd op zich. En die kunnen ook alle kanten uh, opvallen. Dus wat dat betreft uh, heeft het niks te maken met degradatie of promotie. Dit zijn wedstrijden die altijd uh, interessant kunnen zijn. En je hebt dit seizoen, sinds jij er bent, uh, bewezen dat je je goed kan prepareren op uh, bepaalde wedstrijden. PSV ging hier toch ook uh, met, met nodige geluk weg. Verwacht je ook wel weer zo'n wedstrijd dat je het Ajax echt heel erg moeilijk kan maken? Nou, we moeten het Ajax, want als je ze laat voetballen, ja, dan, uh, dan heb je geen kans. Want ze zijn natuurlijk een beter helftal dan Sparta. Maar ik zeg nogmaals, dat is niet een garantie voor Ajax dat ze vrijheid kunnen spelen. Dan weet je dat je geen kans hebt. Dus we zullen het zo moeilijk mogelijk maken en op het einde kunnen we zien of, uh, of dat genoeg is geweest. Normaal gesproken zou denk ik iedere trainer um, na twee van deze overwinningen ook denken van Never Change a Winning Team. Maar goed, Ajax komt langs. Uh, ga je je aanpassen of ga je toch het elftal dat vorige week bij Roda won uh, intact houden? Nou, in principe speelt hetzelfde elftal. Maar dan wel worden er accenten gelegd in, het spe in de spelopvatting? Nou, ja, we spelen tegen andere spelers, maar als wij met hetzelfde elftal spelen, dat zegt genoeg dat we het vertrouwen geven aan die spelersgroep. En we spelen tegen een elftal wat ook iets anders speelt dan Roda, dus, uh, dus dat zal duidelijk anders zijn. Ja. ja door die uh, overwinningen, um, ja, de druk is er altijd hoor, maar is de druk wel wat afgenomen hè, op dit duel? Uh, kan het juist lekker zijn dat je iets vrijer dit duel in kan gaan? Nou ja, normaal gesproken nogmaals, het, het heeft niks te maken of dat Ajax kampioen geworden is. of dat wij tegen degradatie vertrekken. Dit zijn wedstrijden die op, op zich staan. En. Uh, die twee wedstrijden winst. die hadden we gewoon nodig. <laughs> Laat dat duidelijk zijn. En dat hebben we nog steeds nodig, want uh, de, de, de zijn er zijn nog een hoop punten te, te verspelen. Nou, daar moeten we. De komende zeven wedstrijden, toch rekening mee houden. Ja, dit weekend spelen de concurrenten op papier een wat makkelijkere wedstrijd. Met uh, Nagroda en Twente, Willem II. Dus zou het helemaal heerlijk zijn mocht je kunnen stunten. Ja, maar je moet niet te veel naar anderen kijken. Je moet alleen naar jezelf kijken en zorgen dat je punten haalt. En dat je, je kunt nooit afhankelijk zijn van andere mensen. Wie kunnen er niet bij zijn? Is het hetzelfde lijstje als vorige week? Uh, die beginnen zeker. En de wissels, maar ja, we hebben morgen nog een training. Dus dan moeten we even kijken wie er bij de groep zit. Ja, deze week uh, werd bekend dat Henk van Stee definitief de technische man wordt. Vorige keer liet je jou uit dat het een goede zaak is. Heb je ook al veel contact gehad? En wat kan hij in dit laatste half jaar nog uh, betekenen voor de club? Ja, dat, al, al die vragen die moet je aan Henk van Stee uh, vragen en, en, en niet aan mij. Ik ben met Ajax bezig. En uh, ik heb vorige week al gezegd dat het een fantastische keuze is. Van Henk, echt een spartaan. Wil graag. Uh, dus daar kan Sparta de komende jaren ontzettend, ontzettend veel plezier uithalen. Je hebt nog wel gehoord wat hij bij de collega's zei: dat hij toch nog alles ging proberen om je over te halen? Ja, maar dat hoeft niet.